De eerste periode rint het stroef bij de Flyers en het is net verwonderlijk dat Den Haag op 1-0 komt door Jan-Jaap Natte. De tweede periode beginnen de Veensters een stik scherper en André Lévitain zorgt voor de leakmaker. Goed begin van de Flyers van de tweede bedrieuw. Dan krijgt Den Haag een penalty shot. Jan-Jaap Natte versiert hem zelfs en hij weet wel riet met zijn boetenkanske. 2-1 voor Den Haag. De Flyers vjochtje haar zelfs letterlijk, maar ook figuurlijk waarom in de wedstrijd. Want dit is Marco Postma, maar het wat waar. En dus wordt op een naai en F te staan omboegd daar liggen ze staan. Nog een minuut later, de onvallende actie van Matt McCarthy. Speelt de puck naar Mike McCarthy en die zorgt voor de 3-2 vastsprong. In de derde periode speelt Van Dekel Flyers zelfs even maar 3-5. 2 spelers op de strafbank, maar er wordt staan houden. Maar op het moment dat het weer 4-5 is, scoort Den Haag dan nog via Joshua Mizerek. 3-3, het draait uit op een verlenging. En in die verlenging de even shitkans voor Salomonsson, maar een prima redding van goalie Tim Kelleher. Het bloed 3-3, maar wat een spanning in deze wedstrijd. De tienstje van de Flyers, maar Mike McCarthy. Hij docht het net, maar Matt McCarthy docht het wel. En dan is het dien. De Veensters vieren het feestje, want zij gingen naar de bekerfinale. Nou, ik vond vooral die kans in overtime, vlak voordat wij hem scoorden, was natuurlijk gewoon 100% kans. Ik hield dat betreft mijn hart ook vast. En voor hetzelfde gaat hij erin. En gelijk daarachteraan scoren wij hem. Dat is prachtig mooi. Dat is kicken, hè? Ja, dat is perfect. Ja, dat is echt kicken. Ja.